Voor het eind van dit jaar moeten er meer dan 100 politieauto's rijden over het hele land. Dit is een opdracht van president Chandrika Prasad Santokhi aan de minister van Openbare Werken, die belast is met het gedeelte van dienstvoertuigen. Het staatshoofd zei dit afgelopen zondag bij de opening van de betonnen steiger te Meerzorg, Kommewijnen. Het staatshoofd wil met deze taakstelling ervoor zorgen dat elk politiebureau voorzien is van voertuigen, zodat de criminelen in het land stuk voor stuk opgepakt kunnen worden. Minister, zorgen voor de voertuigen er zijn. Ik zie al dat die voorbereid geld is al beschikbaar. Veiligheid moest terug. Ja? En als de sheriff weer in town moet komen, dan gaat die sheriff weer in town komen. Ja, laten we die afspraak maken. De veiligheid in elk district moet aangepakt worden, meent president Santokhi. Hij zei dat er in de komende tijd meer maatregelen getroffen zullen worden om de landelijke veiligheid op te krikken.